Hey mensen van Matchup Games en welkom bij een nieuwe Thief. De vorige keer hebben we achter die deur die we daar zien daar, hebben we daarachter een paar mensen helemaal op een toop moeten slaan. Dat ging nog maar net goed, maar nog net goed is gewoon goed. Oké, we zijn in het huis gekomen, want hier binnen moeten we zijn, omdat we iemand, omdat Basso die is gepakt en iedereen is boos en ik hoor, ze zijn overal guards. Ik weet niet waar die guard is en dat vind ik niet leuk om niet te weten. Ik wil weten waar die guard is. Die guards, die gaan mij zien door dit kaarsje. Als ik dit niet uitdoe. Oké, dan kan ik hier in ieder geval een beetje gaan kijken waar de guards zitten. Ik zie daar wel geloof ik een vogel. Het leek op een kooitje waar een vogel in zou kunnen zitten. Ja, oké. Zo. Ergens zagen ze mij. Toch niet? Ik dacht dat ze mij zagen. Ik hoorde wel alsof ze me zagen. Misschien omdat ze dachten, hé, waar gaat het licht eruit? Maar waar zijn ze dan? Oh, daarboven zit er eentje. God damn. Ja, damn, er staat er eentje boven. Ja, ik ga denk ik door dat deurtje. Ik zie daar wel iets wat ik kan pakken. Maar laat ik heel eventjes eerst hier door gaan. Eerst zeker weten dat hier niemand is. Ja, er zijn hier wel mensen. Oké. Ik kan hier voor mijn bestekwinkel heel veel pakken, dus... Zo. Er was nog meer hierop, geloof ik. Even kijken snel. Moet ik wel mijn focus aanzetten. Even hier... Kan ik hier niet pieken? Waarom kan ik hier niet gewoon op pieken? Oh, nou weet ik niet wanneer daar die vent naar boven komt. Dus hier wat donker in. Oké, is daar nog iets? Ik geloof dat daarop niks meer is, maar ik zie erachter wel nog. Holy shit. Ik ben half zichtbaar, want... Oeh, ik ben hier gewoon de hele tijd in het licht. Goddammit. Oké, ik ga hem uitschakelen. Niet omdraaien. Dank je. Dank je voor het niet omdraaien gedeelte. Oké, nou kan ik hier gewoon rustig zoeken. Ah, voedsel. Food. Foodie food. Daar moet ik heel eventjes eentje... Dat was een G, dat was niet een H. Goddammit. Ik... What the fuck? Waar hoorde ik iemand nog praten? Laat ik jou eens even oppakken en heel snel in een donker hoekje gaan gooien. Een donker hoekje wat niet zeg maar recht voor de deur staat. Zo, hier erin jij. En bukken weer. Ik heb die dun. Ik hoor weer allemaal mensen. En dat wil ik niet. Dankjewel voor deze hele mooie fles. Hele mooie fles. Ga ik goed voor zorgen voor die fles. Ga ik heel, heel leuk mee om. I don't know. Dat weet ik veel, man. Was trouwens hier nog een dingetje wat open kon. Laat die deur dicht doen. Ik vertrouw het gewoon niet dat die deur nog open staat. Hoe zie je daar het leaping guard? Dat was misschien niet slim om te doen. Dus ik ga je snel in. En ga gewoon kijken of ze dadelijk die deur nog open gaan gooien. Niet? Ik hoorde muziek alsof ze in de gaten hadden dat die deur dicht ging. Maar ze doen nu eens geloof ik echt zo van... Oké, zal wel. Het is niet belangrijk. Denk ik. Dan was er hier nog een kastje waar ik in kon kijken.
En de theepot kan meenemen. Ha! Hoe willen ze hier nou ooit nog thee gaan zetten? Nou, dat gaat dus niet meer gebeuren. Haha. Ah, ik heb hier zoveel voedsel, maar ik heb... Goddammit, ik heb het niet nodig. Maar dan zul je dat ik zien, dan heb ik dadelijk geen enkele voedsel meer. En dan heb ik het nodig, maar dan kan ik het nergens vinden. Oké. Okay. Hier ligt allemaal glas. Zie ik dat goed? Dat zie ik zeer goed. Dus... Kan ik daar doorheen swoepen of kruipen? Of sluipen, moet ik beter zeggen. Niet kruipen. Kruipen dus denk ik niet zo fijn. Maar ik ga het proberen eerst langs af te gaan. Zo. Piek. Oh, daar kan ik iets doen. Aha. Wat doet dat? Maakt dat iets open of zo? Ik zie daar wel nog een voedsel. Godverdomme. Een zakje zag ik. Maar ik wist niet wat het zakje inhield. Hier weer een heel mooi flesje wijn. Of weet ik veel wat het in hemelsnaam inhoudt. Wat er in die fles zit. Dat is strobel. Dus dat kan kapot. Die heb ik dan ook weer eentje. Zit vol met die flesjes hier. Ook nog bijzondere flesjes. Moet ik even kijken. Oeh, weer een knopje. Oeh. Hallo. Dan kan ik zo door dit gaatje spieken. En dan zie ik precies waar ik net was. Dus. Oké. Okay, wat hebben we hier allemaal? Lichtjes en lichtjes. En ik denk dat het alleen maar het licht hier aandoet. Dus dat ik daar het liefste van af wil blijven. Dat is denk ik... Een goede redenering. Wat is hier allemaal? Oh, hier is nog een gaatje om te spieken. Laat ik hier nog even kijken snel. Hallo. Ja, hè. Jezus, dat duurde lang. Het is gewoon nog steeds dezelfde kamer als waar ik net was. Hier even voorzichtig kijken. Ja. Zo. Ligt hier verder. Oh. Dat is heel goed dat ik net mijn focus daar gebruik. Maar hoe ga ik hier langs? Kan ik er overheen swoepen? Laten we het proberen. Er is zat voedsel erachter, dus ik kan het gewoon proberen. Ik denk dat dat werkt. Ik denk dat dat heeft gewerkt. Oh, maar hier gaan we nog gewoon door. Waar kan ik het uitzetten? Jeez. Even zorgen dat ik er niet op ga staan. Ja. A man with much to hide. If the situation was different, I'd take the time to enjoy this. Auw! Ik die swoepen. Ah, dan eet ik het gewoon weer bij. Maar goed. Nou kan ik dat wel weghalen. Zo. En nou is het gedeactiveerd. Joepie de poepie. Nou kan ik er de volgende keer langs zonder dat de pijlen in mijn reet worden gestopt. Hallo? Ah, hier. Oeh. Wat hebben we hier allemaal? Ik zie daar een poppie. En die poppie is van mij. People shouldn't keep secrets in glass houses. Oké, dan mag ik zelf draaien. Cool. Oké, wat is hier allemaal? Daar is een deurtje. Daar kan ik me verstoppen. Wat is hier achter überhaupt? Oké. Ik ben sowieso helemaal niet aan het kijken wat mijn objective is. Wat is mijn objective? Waar moet ik heen? Is er überhaupt iets? Laat ik even kijken voor resource. I don't know. Waar moet ik kijken? Trouble. Dat wist ik toch al, man. Dat wist ik toch gewoon al. Ik wil even kijken op de map. Is er een... Er is helemaal geen objective. Ik loop maar gewoon een beetje rond zo een beetje te kijken. Zo van gezellig, man. Oh, daar is dus een gast. Er lopen hier dus wel mensen. Ik ben namelijk gewoon weer bij de voordeur. Ben ik weer gewoon bij de voordeur?
Ik geloof dat ik bij de voordeur ben. Dat dit een andere kant. Dat ik de andere kant op zou moeten gaan. Ik geloof dat ik helemaal de andere kant op moet gaan, juist. Dat ik juist weer. Dat dit een manier was om binnen te komen of zo. Maar dat dit niet een manier is om verder te gaan. God fucking hell. Nou, dan kan ik hier wel lopen, want hier heb ik natuurlijk alles uitgeschakeld. Maar fucking hell, dat was dus allemaal gewoon bullshit. Dat was dus gewoon allemaal dikke bullshit. Want ik had hier zo naar binnen moeten gaan of zo. Denk ik. Eventjes dit klikken. Wat gebeurt er als ik dit doe? Is er een lift? Ik hoor je wel allemaal herrie. Oh, dat is een lift. Oh, dat is nou handig. Een liftie. Ik weet niet waar dit knopje dan helemaal zijn naam op sloeg. Maar heb ik dan naar binnen? Laat ik even kijken of ik daar binnen misschien iets heb getriggerd of zo. Heb ik daar binnen misschien iets van licht aan gedaan? Nee. Dat is er helemaal niks. De lift is er. Dus ik ga naar... Ja, waar wil ik eigenlijk heen? Ik denk dat ik naar boven wil. Gaan we kijken of ik naar boven wil, hè. Wat een langzame kutlift. Ik zet wel even mijn pijlen erbij, want het zou best kunnen zijn dat het hier niet zo gezellig is. Dat weet je niet. Wat een langzame kutlift, zeg. Ik hoef toch niet de lift zelf te stoppen, hè. Dat ik zeg van, hé, hier wil ik eruit. Oh, ik heb een objective. Nou, dan weet ik dat ik goed zit. Admiring the view of his collapsing monuments. Well, I can't leave him alone with his thoughts. I need those plans. Ik denk dat ik het niet nodig heb. Dat is het enige hier. Oeh, wat hoor ik hierachter? Moet hier wel hierachter zijn. Holy fucking shit. Oh, Ian Smith heeft zichzelf opgehangen. Holy fucking shit. Now Eastwick. Being one of the Baron's associates appears to be bad for your health. One way or another, he was going to swing. Wat hoor ik? Signor Eastwick, servant of the Lion. By order of the Baron himself, Elias Northcrest. You are to present yourself to his watch. Ja, dat gaat niet echt, want hij is dood. Hij leeft niet echt meer, zeg maar. Dus dat schiet je niet echt veel mee op. Daarom is die deur. Maar ik ben benieuwd, gaat ze die deur nu ook openbreken of gaat ze daar niet lukken? Oké. Oké, laten we eens even kijken. Waar kan ik heen? Ik weet ook niet of ze die deur ooit open gaan krijgen. Het zit onder, godverdomme. Huh? Oh, daar. It'll go easier on you if you come willingly. Ja, maar Eastwick hangt al. Dus ik weet niet wat jullie van plan waren, maar waarschijnlijk hetzelfde. Daar. Hallo. Moet ik daar beter op staan? Blijkbaar. Oh, what the fuck? What the fuck is dit? Is het de stad, zeg maar? Oké. Je ziet daar nog iets liggen, dus dat is van mij. Dankjewel. Oeh, dat is een best dure telescoop. Ik weet niet wat dit inhoudt. Kan ik het gewoon slaan? Nou, daar hoef ik geen pijltje voor te gebruiken namelijk. Oh. Was dat misschien niet slim om te doen? Daar moet ik wel heen. Ik denk dat ik ook gewoon hier naar beneden laat vallen. En dan gewoon ga kijken wat het is. Wat moet ik doen? Before the building comes down. Master Eastwick, release this door! Nee, doet hij niet. Je kunt lekker de tering krijgen, dat gaat niet gebeuren.
Zoiets? I don't know. Hoe moet ik weten welk gebouw het is? Of hoe het eruit ziet? Dat weet ik toch helemaal niet, man. Hoe moet ik dat soort dingen nou weten, man? Laat ik dan wel even nog kijken, hè? Jullie gaan die deur denk ik helemaal nooit open krijgen, man. Is hij playing at Rat Sally Jack in there, or what? Oeh, hier kan ik wel iets oppakken. Een pen. Hartstikke mooi. Oké, even kijken hoe het gebouw eruit ziet. Oké. Kijk ook dat ik een beetje na kan doen. Jongens, jullie komen er niet in. Stop gewoon met proberen. Stop maar gewoon. Oké, ik denk dat dit helemaal omgedraaid moet worden. Daar lijkt het wel op. Zo. Zo. Nee. Hoe weet ik of hij goed is of niet? Stel timer. Hoe weet ik dat hij of hij goed is of niet? Hoe kan ik dat weten? Theodore Eastwick, servant of the Lion. By order of the Baron himself, Elias Northcrest. You are to present yourself to his watch. Dat is kut voor je, man, want dat gaat hij niet doen. Ah, zo wacht hij. Oh. Oh. Mooi gemaakt. Steal the plans. Ja, gaan we doen. Oh, dan gaat de deur nu wel open. Oh, murder denken ze wel. En ze denken dat wij hem hebben afgemaakt. Holy fuck shit, dit doe ik allemaal niet, hè. Oh nee, honden. Ik denk dat we gaan rennen, jongens. Ik denk dat we moeten rennen. Woehoe, rennen. Ren, nee. Ik weet niet waar ik heen moet. Ah, bots, hoppakee. Oh, gezellig, jongens. Hallo, goedenavond. Moet er even op, pas op, pas erop, dank u wel. Oh nee, shit. Waar moet ik heen? I don't know. Weet ik veel. Ik geloof maar wat. Ik ren hierheen. Hoppie. Joepie de poepie. Joehoe. Moet er even langs, jongens. Oh, pas erop. Kijk uit. Oh, allemaal vogels. Holy fucking shit. What the fuck? Ik denk dat de gods weten dat wij er zijn. Base, some sort of steam vent or exhaust shaft. It would be suicide to break in through there. That should buy me back the element of surprise. And what's this? The Baron's great safe. Room 30, 11, 98. Gold. 30, 11, 98. Cool, man. Oké, jongens. Ik weet niet of ik haast moet hebben of niet. Maar ik denk dat ik dat voorlopig even niet heb. Dus ga ik nu de tijd nemen om jullie te bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. Een ronde voor meer Mac Top Games en Thief. En al die shit met elkaar. Laat nog een leuke reactie in me af. Met bijvoorbeeld hoe ongelooflijk vet het was. Hoe ik hier doorheen rende. Of vooral Garrett doorheen rende. Ik zie jullie wel de volgende keer weer. Bij een nieuwe aflevering van Thief. Tot dan. Later. Doei. Ik kan me hier laten vallen en dan dat steegje ingaan. Ik denk dat ik dat ga doen. Zo. En hierin. Hier liever geen guards die zo tussen de... Ho, 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 ho. Wel een hond. Jezus, stil.